Naar aanleiding van de uitzending van Pointer over de cijfers uit de zorgsector kwam onder andere Altena Staat uit Nieuwendijk naar voren. Altena TV vraagt alle betrokkenen naar hun reactie. In de uitzending van Pointer wordt gesteld dat jij en Carla als directeuren van Altena Staten 550.000 euro winstuitkering hebben gekregen en er daardoor schrale zorg is geleverd. Kan je vertellen hoe dit zit? Nou, dat er daardoor schrale zorg is geleverd is absoluut niet waar. Want de zorg wordt gewoon gegeven zoals die gewenst is, afgestemd met de cliënt. En dat er een winstuitkering gedaan is, dat klopt wel. Maar dat is een winstuitkering die gebaseerd is niet op alleen maar thuiszorggelden. En niet op 1 jaar, maar van de afgelopen 10 jaar. Waar wordt de winst op gemaakt in de zorg? Nou, er wordt niet zozeer winst gemaakt op de zorg. Maar er wordt geld overgehouden door het heel efficiënt te organiseren. Dat houdt in dat Carla en ik echt voor 200% meegewerkt hebben. We geen overhead hebben. We in een kantoor zitten, wat ook niet heel erg luxueus is. We geen dure auto's aangeschaft hebben. We geen dure ZZP'ers ingehuurd hebben. En een heel laag ziekteverzuim hebben van 2,4%. De declaraties aan de zorgverzekeraar die onterecht gedaan zouden zijn volgens de twee zussen die we hebben gezien in de uitzending van Pointer. Hoe is dat destijds verlopen? We hebben die klacht ook via de zorgverzekering zelf binnengekregen. Daar hebben we zeg maar contact mee gehad telefonisch. En daar hebben we uitgelegd welke zorg we aan deze meneer gaven. En daarmee was de zorgverzekering akkoord. En hebben wij nooit meer iets daarna gehoord. Er zou een vervolgonderzoek komen. Hoe staat het nu met het vervolgonderzoek? Ik heb geen zorgverzekeraar meer gehoord of gezien, ook niet na de uitzending. Dus ik wacht het rustig af en nogmaals, ik kan alles verklaren. Dus ik heb niet onterecht gedeclareerd. Het is zelfs zo dat de familie een indicatie heeft aangevraagd voor meneer voor een regulier verpleeghuis en die ook heeft ontvangen. Dus ja, dan weet ik niet wat ik verkeerd heb gedaan. Wat doet de opmerking met je dat hier schrale zorg geboden zou worden? Ik vind het verschrikkelijk. Want dat is niet zo en ik vind het een belediging voor alle zorgverleners, want die doen heel erg hard hun best en die geven liefdevolle zorg. Hoe heb je de afgelopen 2 weken ervaren? Nou, die waren wel heel zwaar, want ik vind ja, alles wat in de media naar voren komt zonder tegenbericht is niet eerlijk. Dus ik heb daar zeker last van en ook onze zorgverleners hebben daar last van. Maar we kijken naar de toekomst en we samen staan we sterk. Dat is ons motto. Tini, hoe lang werk jij hier al? Ik werk hier sinds februari van dit jaar. Dus dat is ruim een half jaar. Ik ben hier met veel plezier begonnen bij Altena Staten als nieuwe zorgmanager. En daarbij heb ik al veel ervaring in de zorg. Ik ben al 18 jaar leidinggevende bij het ziekenhuis in Gorinchem geweest. En met die ervaring ga ik nu een bijdrage leveren bij Altena Staten. En hoe heb je de tijd ervaren vanaf je start tot nu toe? Ik heb die tijd als zeer positief ervaren. Ik zie hier een hele grote groep medewerkers die met heel veel betrokkenheid en passie aan het werk zijn. Waarbij je ziet dat er zeker verbetermogelijkheden noodzakelijk zijn. Maar zorg zoals die geleverd wordt door deze medewerkers, voel ik mij ook zeer thuis. En waarbij ik ook heel vaak mijn eigen bijdrage eraan kan leveren. Want ik ben niet alleen de zorgmanager die achter het bureau zit. Maar ik vind het ook belangrijk om te zien hoe onze bewoners hier door het huis heen wonen en leven. En waarbij ik ook kan zien van, dat ik ze ook graag even samen met ze wil eten of samen een kopje koffie drinken. Waarop we elkaar veel beter leren kennen. Dus. Jolanda van der Brink vertelde in de media over een rechtszaak tegen Altena Staten. Wat was de uitspraak van de rechter hierin? De uitspraak van de rechter was hierin dat Altena Staten in het gelijk is gesteld. En dat is wat ik ervan weet. Het is een casus die voor mijn tijd heeft afgespeeld. En uiteraard heb ik nagevraagd wat hier de uitkomst van was. En dat was deze en die heb ik ook na kunnen lezen. Hoe zit het met de kwalificaties van de medewerkers? De medewerkers, wij hebben te maken hier met geschoolde medewerkers. Dus dat zijn medewerkers, je hebt verpleegkundigen, gediplomeerde verpleegkundigen niveau 5. We hebben verzorgende 3IG of een VIG 3IG. Dat zijn gediplomeerden. Daarnaast hebben we uiteraard met leerlingen ook te maken.
En ook omdat wij een opleidingsinstituut zijn. Dus dat betekent dat we daarmee ook leerlingen een plek kunnen geven, zodat zij bij ons hun leerjaren kunnen volgen. Uiteraard, leerlingen moeten ook leren. Dus op het moment dat zij medicatie bijvoorbeeld mogen delen, dan staan ze altijd onder supervisie van een meerdere. En in dit geval een dagoudste. En die zorgt dat, dat de dag goed begeleid wordt en werkt als een soort helikopter. Op te viel om te kijken dat iedereen zijn werk naar behoren uitvoert. Hoe is volgens jou hier de werksfeer binnen Altena Staten? Ik werk hier met heel veel plezier. Ik heb hele fijne collega's. Ja, we werken heel prettig met elkaar. We doen dingen voor elkaar. Als er hulp is, dan zijn wij voor elkaar. Dus ik ben er erg blij mee. Zijn er ook dingen die je zou willen veranderen binnen het personeelsbeleid van Altena Staten? Wij zouden heel graag echte nachtdiensten willen draaien. Wij draaien nu slaapdiensten. En dat is best wel heftig. Je begint om 3:15 tot de volgende ochtend 8:15. Je werkt dan wel tot 11:30, dan kan je naar bed. Dan zijn er 2 uur die we mogen schrijven en dat is het. En als je dan een drukke nacht hebt of alarmeringen, dan zijn dat best zware nachten. Dus wij willen eigenlijk heel graag echte nachtdiensten. Wat heb je met dit punt gedaan naar de zorgmanager toe? Wij hebben dit met een werkoverleg besproken. En er is ons verzekerd dat ze hiermee aan de slag gaan. Wat heeft de term schrale zorg met je gedaan? Nou, daar kon ik wel om huilen toen ik het hoorde. Dat vond ik echt heel erg. Kun je zeggen waarom? Ja, ik begrijp het woord niet. Ik ken het hier niet. Wij werken hier met heel veel liefde en passie en... Ja, nee, ik kan het niet begrijpen. De stelling dat jullie zorg leveren zoals je zelf ook graag verzorgd zou willen worden, hè? Ja. Hoe zie jij dat? Hoe doe je dat hier naar de mensen toe? Ik verzorg de mensen hier met heel veel liefde. En ik hoop, als ik later ergens terechtkom en er zijn mensen die mij moeten verzorgen, dat ze dat op die manier doen, zoals wij dat hier bij deze mensen doen. Want dat zou ik zelf heel prettig vinden. Hoe is de werksfeer? Ik vind het heel goed, zeg maar. We hebben een heel vast team en we werken heel nauwkeurig samen. En als we tegen dingen aanlopen, dan proberen we altijd goed te overleggen om toch zo goed alles en het werk af te stemmen. Wat voor activiteiten doen jullie met de bewoners? Ja, die zijn best wel divers. We gaan een rondje Biesbos, doet het altijd goed. Winkelen op de Hoogstraat. Zwemmen en gymmen doen we ook. Ja, klopt. Bewegen. Sjoelen. Best wel veel activiteit, ja. Nou wordt er gesteld dat er schrale zorg wordt geleverd naar de bewoners. Wat vind je hiervan? Nou, toen werd ik er zelf echt verdrietig van. Meer om het feit dat... ik overtuigd ben dat we echt alles doen om naar alle wensen en behoeften van de zorgvragers en de cliënten te voldoen. En dan, ik ben ervan overtuigd dat we dat allemaal doen. En dan voel je eigenlijk daar gewoon heel erg in aangevallen. Dat de bewoners, zeg maar, ook heel veel zorg krijgen van ons. Hè. Betreffend douchen, al willen ze elke dag douchen, al willen ze 's avonds douchen. Willen ze naar de winkel, dan zorgen we dat ze naar de winkel gaan. Ja, noem het allemaal maar op. De collega's zijn gewoon echt wel diep geraakt. Want ze lopen hier allemaal de benen uit hun lijf eigenlijk. En de zorg is gewoon, die is gewoon echt goed. Ook bewoners. Ik bedoel, komen gewoon bewoners naar ons toe die zeggen van... joh, wij zijn wel hartstikke tevreden. En iemand van familielid van een cliënt uit thuiszorg is pas overleden. Die stond aan de deur om een tasje chocolade te brengen. Om ons te vertellen dat ze ons zo dankbaar zijn. En dat ze ons zo lief vond wat we allemaal gedaan hebben. En dan denk ik, ja weet je, dat vind ik gewoon al heel erg. Het is niet alleen de directie waar nu geraakt wordt. Gewoon heel veel mensen. Huisarts van Altena Staten Kees Daan gaf de volgende schriftelijke reactie. De zorg in Altena Staten is zoals je huisarts geneeskundig behoort te zijn. Daarnaast zie ik altijd veel inzet en liefde naar de patiënt toe van de verpleging.
Daarnaast heeft met name de directie verpleging ook altijd extra know-how ingebracht. Hoe ervaart u de zorg hier in Altena-Staten? Fantastisch. De zorg is prima. Ik zal niet anders kunnen zeggen. Hoe lang bent u al in Altena-Staten? 2,5 jaar. En aan wat voor activiteiten doet u mee? Of wat voor activiteiten worden hier georganiseerd? Als het georganiseerd is, doe ik eraan mee. Okay. Dat probeer ik zoveel mogelijk. En kan u een voorbeeld noemen? Ja, net als van de zomer met knijpers. En dan van die plaatjes maken. Okay. En dat was echt leuk. En ik begreep dat u vanochtend ook nog weg geweest bent. Waar ben je nu naartoe geweest? Naar Sleewijk. We hebben een koffiewiezen drinken met z'n allen. Dat was heel leuk. Okay. Heel leuk. Als u iets zou mogen verbeteren hier in Altena-Staten, wat zou u dan verbeterd willen hebben? Ik zou graag wat schoner willen zijn. Oké. Okay. Nou, de zorg is prima. Hoe heeft u de zorg ervaren in Altena-Staten? Ja, heel goed. Het kon gewoon voor mij niet beter. Ik was ook zomaar voor hun een beetje een apart geval. En ze hebben vreselijk hun best gedaan om mij ook naar de zin te maken. Ook dat ik mijn eigen huisarts kon houden, vond ik ook prettig. De fysio werd ook gegeven, keurig. Maar er kwam regelmatig ook iemand kijken. Als je belde, kwam er iemand. Soms is even wachten, maar dat vind ik heel logisch. Het eten was fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben in de keuken, toen ik een beetje met de rollator kon lopen, ben ik wezen kijken. En ik zei, meid, wat een eten hier. Gewoon lekker Hollands eten ook, hè. Tussendoor. Vond ik lekker. Heerlijk. Ik had 's nachts vooral pijn. Maar ik drukte op het belletje. En ja hoor, stonden ze naast mijn bed. En jij zei, sorry, dat vond ik dan zo vervelend. Maar ik moet plassen en ik heb zo'n pijn. Nou, en dat, ja, ze hebben me geweldig geholpen. Ik kan niet anders zeggen. Koffie, thee op tijd. Ja, wat wens je nog meer? Ik wil alleen sneller beter worden. Zijn er verbeterpunten? Nou, dat zou ik niet weten. Als u weer wat zou overkomen, zou u dan weer voor Altena-Staten kiezen? Ja, dat is geen punt. Ja. Ja hoor, en ik weet hoe het dan hier is. En nou, prima. Hoe is jouw ervaring met Altena-Staten? Mijn ervaring met Altena-Staten is eigenlijk heel goed. Mijn moeder heeft hier 3 weken gelegen en ja, de manier waarop dat gegaan is eigenlijk heel goed gegaan, zeg maar. Wat vond je het bijzondere aan de verzorging hier in Altena-Staten? Het was wel mooi. Op een gegeven moment is mijn moeder dan weggereden, zeg maar, door de begrafenisondernemer, uitgeleiden. Het stond alles, of iedereen, zeg maar, de staf stond hier, ja, eromheen en dat vond ik wel bijzonder, ja. Als je nu wederom voor de keus zou staan om een familielid te plaatsen in Altena-Staten, zou je dat dan doen? Ja, zou ik gelijk weer doen. Ja, zeker weten. Ja. Hoe ervaar jij in Altena-Staten de zorg voor je oma? Voor mij, hoe ik het zie, vind ik het erg prettig. Omdat ik zie dat mijn oma gezien wordt als mens. En dat er voorbij het feit wordt gekeken dat zij dementie heeft. Maar dat ze niet, zeg maar, bij kamernummer wordt genoemd of... Dat ze echt wordt genoemd bij haar naam en dat ze echt contact maken. Ik zie dat medewerkers hier, zeg maar, heel betrokken zijn bij hoe het met mijn oma gaat. Ik denk dat dat heel waardevol is. Ik ben zo tevreden hier over Altena-Staten. Mijn vader die is ziek geworden in 2017 en die had niet lang meer te leven. En de laatste 3 weken van zijn leven heeft hij hierdoor mogen brengen. En daar was ik heel blij om, want ik wist dat hij dan goed verzorgd werd.